Yo, Kevin van Westvoort hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Ark Survival Evolved video. Namelijk, welkom bij Ark Ragnarok. Ik heb in mijn update video al besproken van wat er allemaal gaat gebeuren met Ark video's. En daar heb ik ook bij besproken dat wij onze huidige Survival, Ark Survival serie waar op de Island map gingen verplaatsen naar de Ragnarok map. En de reden daarvan was heel simpel, omdat Ragnarok, als wij voor mij op de map kijken, kunnen we het ongeveer zien. Ja, zo'n beetje, denk ik. Of ik heb het natuurlijk nog niet verkend of zo. Maar de Ragnarok map is nu voor 99% klaar. Voor 99%. Dus ik ben heel, heel enthousiast erover. Omdat ik vond de Ragnarok map eerst nooit echt zo heel mooi. Ik ben ooit een serie begonnen en ik heb gezegd van... Laat je even mee kappen. Want ik vond het echt een kut map. Er waren heel veel foutjes in de map en heel veel bugs en dat soort dingen. En ik hield er gewoon niet van. Omdat ik geen bepaalde materialen en dat soort dingen kunt vinden. Kon vinden. Maar nu gaan we helemaal nieuw beginnen. En ik heb zelf op mezelf ook gespeeld op mijn Ragnarok server. En ik vond het enorm leuk om daar te spelen. Dus ik ben best wel benieuwd hoe ver we kunnen komen in deze serie. Wij zijn gespawnd in hier in dit gebied. Even kijken. Je kunt nu zien waar we zijn. Dit gebied is eigenlijk de grasslands. Dat noem ik altijd de graslanden. Dus hier is eigenlijk alleen maar gras. En de reden waarom ik hier gespawnd ben, is heel simpel. Want hier zijn heel veel paarden. En kijk, daar zie je over paarden lopen. En dat is waar we voor gaan. Want ik speel ook op mijn Ragnarok map met de Difficulty 6 Plus mod. Die mod die zorgt heel simpelweg voor dat... Tunos laat spawnen van tot level 180. En dat is best wel nice. En er lopen hier ook paarden rond. Kijk, ik zie al 4 paarden rondlopen. Ik weet niet wat voor levels ze zijn. Dat is dus een nadeel. Ik heb ook geen spyglass. Maar we kunnen crystals halen, want er zijn crystals in dit gebied. Dus daar kunnen we gewoon eventjes heen lopen en crystals gaan halen. En wat voor level kunnen wij een spyglass maken? Spyglass, een level 7. Nou, dat gaan we dus ook doen vandaag. Want je moet level 10 zijn om een paard te kunnen temmen. En dat is een Dilo. Wat ik eerst wil doen, ik wil naar een boom gaan, want ik heb Thatch nodig. En daar heb ik een boom voor nodig. Ik hoor een Dilo. Ik hoor hem, maar ik zie hem niet. Where the hell is de Dilo? Ik hoorde hem serieus. Oké, Dilo. Als jij het zo doet, is dat prima, joh. Prima, ik ga eventjes wat mooie bomen opslaan. Yes. Laat ik eens even kijken naar wat ik allemaal moet gaan leren. Campfire, die spier, bla bla. Oké, perfect. Dit. En... Prima, hoor ik nou eens aankomen lopen? Nee. Ik wil allemaal water. Maar het water is fucking ver die kant op. Dus ik heb geen idee wat er aan de hand is. Wij gaan een pick maken. Wij gaan eventjes deze dingen maken. Een note. Ik hoef geen notes te maken voor mezelf. Even kijken. Nice. Pickaxe. Natuurlijk onze standaard dingen. Onze standaard survival dingen. Het moet allemaal maar. Het moet allemaal. Ik heb ook mooie eraser skins. Wat aan de ene kant van nice is. Welke hoed gaan we gebruiken? We kunnen de Bulbdog hoed, of we kunnen de Aberrant Helmet skin, of we kunnen de Reaper Helmet skin. Maar, dat gaan we niet doen, we gaan gewoon de Kerst skin doen. Want, het is bijna Kerst. Ja, deze komt een paar dagen voor Kerst komt deze video online. Yes, we zijn al over 8. Want we kunnen wel een Spyglass maken. Spyglass, heb ik de hide voor nodig? Yes, heb ik hide voor nodig. Ik heb hem al geleerd. Oké, prima. Speren, heb ik natuurlijk flint voor nodig. Dacht ik al wel. Ik moet even wat van deze stenen om gaan hakken. En het doel van deze serie is eigenlijk heel simpel. Ik wil een griffin temmen. Ja, dat is eigenlijk het grote doel. Een griffin. Ik wil een griffin. En dat gaat ook gebeuren. Als ik een griffin wil, ga ik een griffin krijgen. Kijk, een stuk of 5 speren. 4 is ook goed. Prima. Dan gaan we even wat killen. Ik moet nog een mod installeren voor reusable speren en... wat heb je nog meer? Bola's. En dat soort dingen. Gewoon die reusable zijn. Ook grappling hooks en zo. Ik weet niet welke mod er is. Als jullie weten welke mod er is, laat het in de comments achter. Want ik weet dat die er is. En ik moet even het gaan killen. En... Oh, ik zie een Pygomastax. Wacht even. Ik kan toch bola's maken, maar ik heb de hide nodig voor bola's. Is er geen simpele, domme dodo in de buurt die ik eventjes kan killen voor een beetje hide? Niet? Ik zag een Dilo hier. Daar is deze Dilo. Yes, ik wil deze Dilo killen. Maar ik wil niet de Pygomastax wat van me gaat stelen. Hé, hey,
Speaking Dialo. En hier. Komt u maar. Oh, 42 damage. Je hoofd. Nice. Nice, we hebben een Dialo gekild. Level 100. Ik kan hem kunnen temmen, maar ik wil geen Dialo temmen nu. Nee, wil ik niet. Nog twee levels. Die kan ook in Wait. Wait moet, is bij mij altijd tot 200. Dat moet gewoon graag gebeuren. Nou kunnen we ook eventjes een Waterjaw maken. Yes. En handschoen, groene. En dan ben ik high tekort. Nee, ik denk fiber. Yes, fiber. Kunnen we gelijk even wat water halen. Yes, want wij gaan op zoek naar crystals. We gaan niet op zoek naar crystals, want ik weet precies waar crystals zijn. Dat is namelijk helemaal hier ergens. Bij een grot in de buurt. Dichtbij, hoe heet het toch? Een obelisk, daar in de buurt. Dus we moeten een aardig stukje lopen. En ja, we komen toch in de buurt daar langs. Want daar zijn allemaal rock carrots. Want we hebben wortels. We hebben wortels nodig. Hallo, kompies. Doei, kompies. Ik heb geen zin in jullie. Hier, er zijn de dode vissen weer. Nice. Wacht, deze dode vissen geeft me ook hide, of niet? Ha, gratis hide en oil. Viking, kompies. Laat me met rust. Ik wil gewoon hide van deze dode vissen. En jullie zitten mij gewoon weer in de weg. Dat wil ik niet. En ik heb ook een nieuwe sport meat, wat ik gewoon niet wil. Nee, ik wil geen sport meat. Ik ben tired. Natuurlijk ben ik tired. Als jullie willen vechten, gaan we gewoon vechten. Kom dan. Kom dan. Oh, alsjeblieft zeg niet dat kompies mij gaan killen. Nee. Je hebt een level 130 kompie. Ga weg. Oh, nog eentje. 135 kompie. Nope. Nope. Ga weg, kompies. Ga weg. Nee, ga weg. Dat zijn fucking hoge levels. Die. Ga dood. Viking. Kompies. Ik doe maar 18 damage. Ga nou gewoon dood. Viking kompies. Oké, ik heb nu ook gewoon geen zin meer. Ik loop gewoon weg. Ik laat ze gewoon achter. Ik heb geen zin. In kompies gezeur vandaag. Oké, ik moet uitkijken voor Allosaurus en voor Kiga's. Want die spawnen hier ook. En dat is niet leuk om mee te spotten, kan ik je wel vertellen. Nog een level. En laat ik niet maar de melee damage doen. Want als ik de Fiesel's kompies moet killen, dan lukt dat wat makkelijker. Oké, ons doel is nu heel simpelweg deze kant op te lopen. Yes. Op zoek naar rock carrots en crystals. Dat is simpelweg wat we nodig hebben. Ja, het ziet er eigenlijk wel een beetje normaal en rustig uit. Geen giga's. Geen allosaurussen. Het is chill en rustig hier. Dat is altijd wel nice. Dus ik ga op zoek naar crystals. Die zijn niet heel erg ver, maar ik moet een stukje lopen. En dat is nooit echt erg leuk. Dus ik zie jullie wanneer ik wat crystals heb gevonden. En daarna gaan we rockets zoeken. En gaan we op zoek naar een hoog level paard om te temmen. En daar ben ik weer. En ik ben hier lekker aan het rennen in water. Ja, in wat water. En het is hier een beetje donker. Ik zie het. Maar dan moet hier ergens in de buurt een grotje zitten aan de linkerkant. En in die grot zit een artefact en wat crystals. Dus daar gaan we naar zoek. En er zitten hier ook rare flowers, volgens mij. Die staan er gewoon random hier in de buurt. Even kijken, wat geeft dit? Oh, dat geeft mij ook silk. Nice. Hallo, ik weet niet. Oh, dat was een Gallimimus. Is dit? Nee, het is dit niet. Ik weet dat er ergens iets zit. Het is heel obvious. Oftewel, je kunt het heel makkelijk zien van, hé, dat lijkt iets achter te zitten. Alleen, ik weet niet precies waar. Oh, hier zijn nog wat rare flowers. Nice. Is het hier? Nee, voor mij is het ook niet hier. Het is ergens hier aan de linkerkant, dat weet ik wel. Want ik ben hier meerdere keren geweest. Ook als ik crystals nodig had, dan kwam ik hier in de buurt. Volgens mij is het hier. Is het dit ding? Ik heb geen idee. Weet je, ik hak het ding gewoon open. En ik kijk of hier een gat achter zit. Maar het is ergens achter een steen. Je moet een steen weghakken. En dan, heel simpelweg, is er een gat. Waardoor ik kan kruipen en dan kom je in een grot. Maar ik weet niet of het hier is of niet. Dat is een nadeel. En de steen wil niet kapot gaan. Nice. Zit er nou iets achter of niet? Nee, dat was niet de goede steen. Waar is het dan? Is het hier? Is het hier? Oh, hier is het. Ik hoef de steen niet weg te hakken. Vraagteken. Nee, dit is niet nodig. Oké, dit is een spooky, spooky cave. Ik doe even de gamma aan. Nice. Ik denk van, wow, wat is dit? Een spooky cave? Is het echt heel erg?
Nee, het is niet echt heel erg. Er is hier niks. Er zijn hier geen monsters en dat soort dingen. Het enige is dat hier een beetje crystals zitten. En behalve deze man hier, die is aardig dood. Die heeft mooie pijlen in zijn been en in zijn rug. Nice, ik steek hem nog even extra voor de lol. En hier zijn de crystals. Nice. Nou, ik dacht dat hij ook een artefact was, maar die heeft ze blijkbaar weggehaald. Hier is nog een mooie slaapzak. Nice. Ik heb wat crystals nodig. Oké, nice. Dat is één crystal. En ik heb nog steeds één crystal. Ik heb voor mij ook één crystal nodig, of niet? Ik heb nodig twee crystals. Als deze dingen mij geen crystal geven... Oh nee, is het zover? Nee! Geef mij een crystal! Geef me nog één crystal! Oh shit, ik heb maar één crystal. Oh, please. Rare mushroom. Ik wil geen rare mushroom, ik wil een crystal. Geef mij een fucking crystal. Oké. Yes! Yes, we hebben een crystal gekregen. Nice. Twee crystals, meer dan genoeg. Oké, we kregen drie crystals van al deze dingen. Wauw. Wauw, oké. Nu we toch in deze cave zijn, dacht ik zo van... Laat ik ook eventjes een S-plus campfire maken. Laat ik even het meat gaan koeken. Want aan de ene kant ook nodig. Want wij gaan op zoek naar een paard dadelijk. En hopelijk gaat het een beetje goed. Kan ik je ding in plaatsen? By the way. Campfire. Ik kan hier geen campfire plaatsen? Oké, dus ik kan niks in de cave plaatsen. Oké, dan niet. Dan gaan we naar buiten. En dan gaan we die daar plaatsen. Ergens, denk ik. En can't place it here. Yes, I know. En nou kan ik het niet meer uit, of niet? Viking, laat me eruit. Ik zit vast. En dan ben ik weer. En wij hebben de crystals natuurlijk gehaald. We zijn niet bij een cave aangekomen. Die cave, daar heb ik ooit gewoond in een serie. En die zijn rock carrots. En die gaan we nou verzamelen. Deze rock carrots. Want die hebben wij nodig voor, natuurlijk, het paard die we gaan temmen. Ik ga in ieder geval eentje temmen. Misschien twee. Wie weet. Ik neem gewoon een heleboel rock carrots mee. Dat maakt me gewoon helemaal niks uit. Nog een level. Nice, die gaat ook in weight. De rock carrots gaan in onze laatste slot. En we gaan gewoon op zoek naar een paard. En ik heb ook een spyglass gemaakt, toch? Yes, die gaat gewoon hierin. Nice, ik ga gewoon op zoek naar een paard. En ik wil gewoon een hoger level paard hebben. Dus 150 of hoger. Op zich moet het niet heel erg lastig zijn om die te kunnen vinden. In Ragnarok, en zeker in deze Highlands. Want ze zijn overal. Ze zijn echt serieus overal. We hebben erachter natuurlijk wat gezien. Die kunnen we proberen om... Oeh, dat zijn allesaurussen. Oh, ik moest lekker omdat ik moest poepen? Vraagteken. Ik heb hier paarden gevonden. Dit zijn de paarden die we het begin zagen. Oeh, je bent level 100. Hier zit ook eentje. Wat ben jij? Je bent een level 45. En achter wat van mij ook nog eentje. Level 25. Zijn dat alle paarden die hier zijn? Nee, daar loopt ook eentje. Level 95. Oké. Okay. Ik ben... Het hele gebied rondgelopen. En dit zijn de enige paarden die ik heb kunnen vinden. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar het lijkt erop dat paarden eigenlijk een beetje... Ja, dat de spawns voor paarden een beetje minder zijn geworden. Je hebt level 100. Wij gaan voor jou. Ja. Daar hebben we bij de 2. Even kijken, wat level was jij? Jij was de level 95. Jij was de level 45. Oké, is de level 95? Is dat een... Andere gender. Jij bent een female. Ben je female? Female. En jij bent een female. Nou, dan heb ik de level 100 en niet de level 95. Dus dat gaan we proberen. Dat gaan we proberen. Als het goed is, is het 1 of 2 vattels. En dan is dit paard getemd. Wat hoor ik in godsnaam? Oké. Ik dacht dat ik iets hoorde. Dus laten we hopen dat het paard niet schrikt. Dat willen we niet hebben. We willen gewoon dat hij een wattel eet. En dan hebben wij een paard, hopelijk. Oké, welke kant ga je oplopen? Oké, kom maar terug. Nee, je ziet niks. Ik ben er niet. Oh nee, hij is geschrokken. Nee, paard, blijf hier. Nee, hij gaat even door. Rip. Ik heb natuurlijk geen... Ik heb geen, ghillie. Maar als het goed is, heb je geen ghillie nodig. Als het goed is. Waarom blijf je rennen, paard? Chill. Dan gaat het freaking water in, of niet? Waarom ga je het freaking water in?
Wat een dom paard. Oké, okay. Laten we zoeken naar die 95. Dit paard is al dood waarschijnlijk. Oké, okay, ben jij de level 95? Jij bent de level 95. Yes. Oké. Okay. Hoe gaan we dit nou doen dan? Oké. Okay. Als het goed is, moet je hem gewoon een wortel kunnen geven. Of moet je echt sneaken? Volgens mij moet je echt sneaken. Hé, hey, we hebben hem in één keer. Nice, nice, nice. Horsey. Dit is natuurlijk Horsey. Dit is natuurlijk Horsey. Horsey's back. Yes. Oké. Okay. Horsey. Blijf. Oké. Okay. Nice. Horsey is back. Horsey is in level 142. Nice. Wat zijn jouw stats? Dat valt nog aardig mee. Dat valt nog aardig mee. Dus, kan Horsey makkelijk gaan levelen. Dat is natuurlijk de level 100. 4 mil paarden. Nee. We houden gewoon dit paard. En ik ga hem nu even levelen. Dat duurt eventjes. En dan heb ik hem waarschijnlijk gewoon max level. Aangezien paarden zijn heel makkelijk te temmen. Het enige wat je moet doen is simpelweg dit. Je zoekt struikjes op. Je doet zo. En kijk, hij heeft dan een level. En dit is gewoon heel simpel. Ik doe gewoon wat in movement en wat in melee. En een beetje health. En dit gaat gewoon onze begin mount zijn. Oftewel, dit paard gaan we gewoon mee rond op het eiland. Dit gaan onze dino zijn waar we het begin het meeste mee doen. En wat ik wel wil gaan doen, is ik wil kijken of ik een nog hogere paarden kan vinden in het gebied. Want ik kan nu makkelijker rond het gebied komen met Horsey hier. En dan gaan we naar Horsey, op zoek naar Horsey V2, version 2. Die moet echt heel goed zijn. Liefst een 180. En dan kunnen we eventueel gaan breeden. Of, want ik wil eigenlijk een paard maken zoals Horsey. Gewoon een beetje rond kunnen rijden. En een paard. En liefst een iets hogere level als deze. En dat we dan gewoon alles in melee pompen bij dit paard. Bij een ander paard. Dus ook een paard dat we nog gaan temmen. En dan kunnen we eigenlijk alles neerkicken wat we willen. Dus dat wil ik ook graag hebben. Ik wil een paard hebben wat ik gewoon puur gebruik om dingen bewusteloos te schoppen. Dat is eigenlijk heel simpel wat ik wil. Dus dan ga ik hem op zoek. Misschien vinden we die, misschien vinden we die niet. We zullen zien. Dus ik ga dit Horsey even levelen. En ik zie jullie weer terug wanneer Horsey een goed en hoog level heeft gekregen. En daar ben ik weer. En ik heb Horsey geleveld. En Horsey is max level. Het kostte mij maar, wat is het, iets van 100.000 XP. Dat is eigenlijk niks eigenlijk. Aangezien het natuurlijk geen hele hoge level was. Horsey level 213. Dit zijn de stats. Horsey had eigenlijk al best wel hoog melee damage. Daar kwam ik achter. Hij was 350% bijna. Dus ik heb een beetje geleveld als nu 526% melee damage. Ik heb de stamina iets verhoogd. Dus als we iets proberen te bewusteloos te schoppen. Dan kunnen we het aardig lang volhouden met de stamina die we hebben. 2500 health is eigenlijk weinig. Dus als we aan worden gevallen. Is de kans. Of dan we iets proberen te kicken en het vecht natuurlijk terug. Is er best wel een grote kans dat, dat we goed dood kunnen gaan. Maar dan hebben we natuurlijk deze health kits voor. Ik noem dat health potions voor dino's. En ik heb de move speed naar 200% gedaan, dus twee keer zo snel. Dus hij is nu redelijk snel, maar hier ben deze in de toren hier. En ik ben best wel benieuwd, want ik ben hier volgens mij nog nooit in geweest in deze toren. Dus ik wil wel eens zien van, wat is dit voor een toren? Oké, Hols, ik laat jou even buiten. Ja, dus ik laat je buiten. En we gaan deze rare toren eens bekijken. Geen idee wat het is een trap omhoog. Prima, laten we de trap omhoog eens oplopen. Wat is dit? Dit ziet er niet echt heel erg cool uit of zo. Maar het is op zich een best wel een goede base location voor ons. Misschien hier. In dit ding. Dat we gewoon hier. Ik denk niet dat je die. Nee, je kunt er geen tree platforms in doen. En nou, ik wil toch niet hier gaan wonen. Ik wil niet in de place gaan wonen. Want de place is altijd laggy. Omdat er zijn bijvoorbeeld ook. Wow. Er zijn caves in de plain. Oftewel grotten. En als ik een grot inlaat, dan is dat heel laggy bij mij. Dat was het. Was het in het verleden al. Toen ik speelde, is het eigenlijk nog steeds. Hoe hoog gaat dit eigenlijk? Best hoog volgens mij. Dus laten we nog even verder omhoog gaan. We gaan helemaal naar boven lopen. En we zijn boven. Nice. Oh, er is nog een stukje hierboven of zo? Ik heb geen idee. Maar kijk wat een uitzicht we hebben. Nice. Ik zie helemaal niks in de Redwoods. Wat staat mijn... Wat staat mijn... mijn view is set up high. Ik heb vanaf hier niks zien in de Redwoods. Dat is heel erg mooi. Wat zien we hier omheen allemaal lopen? Niks. Niks. Ik ben dat gebied allemaal door geweest daar. Ik heb geen paarden gezien. Dus dat is heel erg jammer. Maar dit is op zich een best goede plek voor een base. Als je het een beetje dichtbouwt en zo. Even kijken. Kan ik een parachute leren? Parachute? Nee, dat is even 22. Ik dacht van, als maak ik er misschien eentje. Dan ga ik naar beneden springen.
Maar nu moet ik heel de trap omhoog naar beneden mee gaan lopen. Nice. En hopelijk val ik niet door een van die ramen heen. Zoals dit zo. Nice. Maar als ik hier naar beneden val, dan ben ik eigenlijk best wel dood, denk ik. En dat willen we ook niet hebben. Dus ik loop weer netjes naar beneden. Ik heb geen idee wat je hier kunt doen. Er zijn hier niet eens explorer nodes, wat ik wel een beetje raar vind. Maar zijn we op beneden? Ah, we zijn naar beneden. Hallo, Hossi. Nice, we zijn weer terug. Laten we een stukje deze kant oplopen. Ik ga dus op zoek naar paarden. Wat ik een beetje ga doen, is ik loop een beetje richting de Wyvern Trench. Dan ga ik kijken of ik daar misschien wat paarden vind. Zijn dat paarden? Nee, dat zijn... Nee, Terodon en Gallimimus hebben niks aan. Dus als ik geen paarden kan vinden, dan ga ik terug naar de coast. En dan gaan we daar deze eerste aflevering afsluiten. We hebben niet voor een paard getemd. Dat was mijn bedoeling. Dat wilde ik graag. Dus als jullie Ragnarok spelen... Of jullie gaan het beginnen met spelen. Het beste wat je kunt doen is hier spawnen. Dan spawn je meestal aan het strand. Dan kun je daar gewoon je random dingen doen. Een klein space bouwen of zo. En wanneer je een beetje eten hebt. En je hebt een beetje armen en dat soort dingen. Ga dan iets dieper het grasland in. Ga op zoek naar rock carrots. En ga op zoek naar paarden. En tem deze met rock carrots. Die rock carrots kun je heel makkelijk gewoon hier random vinden. Er zijn heel veel random plekken waar gewoon rock carrots staan. En dan kun je heel makkelijk een paarden mee temmen. En paarden zijn gewoon heel erg goed. Want Horsey was een level 100. Ik heb hem aardig snel geleveld. En het is nu best wel goed paard om gewoon mee rond te rijden. Dat ten eerste. En we kunnen dino's bewusteloos schoppen met Horsey. Het klinkt een beetje raar. Maar het is echt ontzettend en ontzettend handig. Want in de beginfase is het maken van narcotics en narcopijlen is niet altijd even makkelijk. Als ik zeg van, hé, hey, laat eens een keer een schildpad temmen. Of laten we een trike gaan temmen. Of een raptor. Dan kan ik veel beter nu mijn paard pakken. En kunnen we aardig snel die dino's temmen. Dus dan gaan we de komende aflevering ook wat doen. Dus bijvoorbeeld hier een Gallimimus. Wow, mijn game lagt. Omdat ik weer iets inlaat. Dat is het nadeel van Ragnarok, vind ik. Ragnarok, er zijn heel veel caves en ondergrondse dingen. En ik laat nu waarschijnlijk de Wyvern Trench in. Die is recht voor mij. En dan gaat dit gebeuren. Dan lagt mijn game enorm. En dat is dus echt een nadeel. Dan moet ik gewoon eventjes... nu een minuutje stil laat staan, omdat hij iets moet inladen. En dat vind ik echt kut. Ik weet niet of dat de hele map zo is, volgens mij niet. Voor mij is het echt alleen maar in dit gebied, waar ik altijd enorme lag heb af en toe. Kijk, nu is het gewoon over, dus hij heeft gewoon iets ingeladen. En nu is het goed, blijkbaar. Dus, oké, prima. Ik zie nog een bruggetje. Wat is dit voor bruggetje? Oh, nice. Gewoon een klein bruggetje hier zo. Dit is wel nice. Dus laten we kijken of we een ander paard kunnen vinden. Ik denk het niet. Er kunnen hier eventueel nog paarden lopen. Dit grote weiland voor me. Daar is de Wyvern Trench. Waar wij in de toekomst eieren gaan stelen van Wyverns. Wat best wel nice is. En ik ga level laggen. Nice game. Nice dat wij zoveel laggen. En wow, we laggen heel erg. Als hier geen paarden meer lopen... Dan denk ik niet dat er nog paarden zijn in dit gebied. Dus we hebben in ieder geval Horsey. Daar moet ook te veel meer zijn. Zijn dat paarden of zijn dat wat anders? Ik zie schorpioenen lopen. En ik heb geen idee wat die kleine dingen daarvoor zijn. Schorpioenen? Oh, het zijn dungbeetles. Ah. En een mantis van level 150. Nou, ik weet in ieder geval dat we daar niet naartoe gaan. Nee, want die killt ons sowieso. Dat willen we ook niet hebben. En ik moet mijn resistance een keer hoog zetten, want... Horsey heeft best wel veel fall damage. Dus dat willen we ook niet hebben. Dus wat we nu gaan doen, wat we de volgende aflevering ook gaan doen, is... wij gaan geen base maken. We gaan nog geen base maken, omdat de Ragnarok map is enorm groot. En er is natuurlijk net een heel nieuw gebied toegevoegd. Dat is volgens mij... nee, dat wil ik niet kijken. Dat is volgens mij dit hele gebied hier. Dat is toegevoegd met allemaal woestijnen en kastelen en geweldig mooie plekjes waar je een base kunt bouwen. Dus wat ik wil doen, is ik wil geen vaste base maken voor nu. Wat ik ga doen, is ik ga een raft maken. En op die raft gaan wij gewoon een soort van drijvende base maken. Waar we dino's zoals Horsey gewoon makkelijk op kunnen zetten en kunnen gaan verplaatsen. We zullen niet heel snel een T-Rex stemmen ofzo, want die zijn veel te groot voor een drijvende base. Maar gewoon puur als reden, omdat ik weet niet alle goede plekjes voor Ragnarok. Ik weet niet... Oh, we gaan heel veel geld verliezen of niet? Yes. Ik weet niet waar alle goede plekjes zijn om een beest te bouwen. En ik ga heel veel onderzoek doen van wat zijn goede plekjes. Wat zijn echt mooie plekken om een beest te bouwen. Even kijken. Ik zie een paard lopen, maar die hebben even voor mij gecheckt. Voor mij is het level 45 of zo. 25, yes. Dus ik ga er niet echt een plekje zoeken.
dus dat, ik ga nog niet echt zoeken. Hier loopt er nog eentje. Hoeveel level ben jij? Level 45. Ah, dat zijn de ene twee paden waar Horsey ook bij liep. Dus, wat ik hier ga doen, bij deze mooie schildpad van level 100, yes, gaan wij deze eerste aflevering van Ark Ragnarok afsluiten. We hebben Horsey getemd. Horsey is terug, jongens en meisjes, dames en heren. Horsey is terug. Opnieuw. Nice, want Horsey komt elk seizoen weer terug. Dus wat wij de volgende aflevering gaan doen, is we gaan een raft maken. We gaan een base op een raft maken, wat ik eigenlijk nog niet echt heb gedaan. Ik wil echt gewoon een base maken en een soort van plekje waar je dino's kan plaatsen. Dus meerdere verdiepingen en zo, dat gaan we gewoon maken van hout. Want ik zie bijvoorbeeld hier wel wat bomen in de buurt. Dus dat gaan we de volgende aflevering doen. Maar dit is het einde van deze eerste aflevering van Ark Ragnarok. Vond je deze aflevering leuk? Laat dan natuurlijk een like achter op deze video. Abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik je allemaal terug in de volgende aflevering van Ark Ragnarok.